Ja, welkom weer bij de Marktflits. Het is vandaag woensdag 18 mei. Wat ik hier voor me heb is de chart van Bitcoin tegenover de USDT en dan de weekly op Binance. We borduren even voort op de voorgaande analyse. Ja, eigenlijk zien we een voortgang wat we al die tijd al dachten te gebeuren en hoopten ook dat er stond te gebeuren. En dat is dat de prijs binnen dit gebied, de groene lijn en deze trendlijn, druk op gaat bouwen richting boven. We hebben gezien vorige keer al dat de prijs op deze trendlijn, die vanuit het verleden komt, is gebounced. Een sterke prijsafwijzing naar boven en hier weer een stukje naar beneden gaat. Dat was eigenlijk te verwachten. Als die hier doorheen breekt, is het volgende belangrijke level is dit gedeelte hier, wat hier ook bevestigd wordt. Hè, dat is hier weerstand en dan zouden we hier support moeten gaan zien. Dat gaan we bekijken als het zover is. Hè, laat eerst maar zien wat de prijs hier tussen doet. Gaan we even door naar de 4-dagen grafiek. Daar zien we dat de afgelopen 4 dagen, of de afgelopen candle, 4 dagen candle groen is, met wel een prijsafwijzing die wat sterker is aan de bovenkant. Dat kunnen we zien door de langere lijn. Op dit moment is de volgende 4 dagen candle, die nog 2,5 dag duurt, is ja, onbeslist, de zogenaamde doji. Ook dat gaat ons op dit moment nog niks zeggen. Hè. We kennen de doji als een trendomkeer. Ja, dan moet er wel echt een trend zijn en niet gewoon een pullback. Maar hij duurt nog 2,5 dag. Dus we laten hem lekker uitspelen. We zien hier wel een level. Ja, als ik kan hier nog even een lijn tekenen. Dan neem ik de body van de voorgaande candle, of de bodies van de rode en de groene candle. En dan zien we dat hier ook overeenkomen bij deze twee uitersten. En ook hier twee uitersten. Het is mogelijk dat hier al een supportlijn aan het ontstaan is. Nou, dat is natuurlijk alles. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als die hier dan die druk op gaat bouwen naar boven toe, dan ja, dat is wat we willen zien. En het leukste zou zijn als hij de druk opbouwt dat er dan een goede ondersteunde breakout komt. De daily, nou daar zien we eigenlijk hetzelfde als daarnet alles tussen deze, tussen dit gebied. Een beetje rood en een beetje groen. En we gaan afwachten wat de komende dagen ons brengt. Voor wat betreft de Bitcoin. Ik vind het belangrijk dat in ieder geval deze lijn gehouden wordt. Mocht die hier doorheen breken, dan deze supportlijn natuurlijk hebben we nog als extra backup. Ja, als die daar doorheen breekt, dan verwacht je toch echt wel een daling die een stuk verder is. Maar mooi dat die deze kant op gaat. En laat hem hier ook nog maar dit support level wat sterker maken. Hè, als die een stukje naar beneden gaat en hierop bounced. En dan lekker die druk opbouwen naar boven en dan uitbreekt. En dat is wat we willen zien. Dan pakken we even Atom erbij. En bij Atom hadden we aangegeven van ja, alle altcoins die met de Bitcoin naar beneden zakten. Daar konden we nieuwe levels bepalen. Voor de support. Bij Atom is dat niet zo geweest. Het zou wel leuk zijn als deze levels een aantal keer meer bevestigd worden alvorens hij uitbreekt. Want dat maakt het alleen maar wat sterker. Voor nu, ook hier wacht ik af. Even kijken wat de daily ons vertelt. Dan is hier mooi naar boven gegaan. Even kijken als ik hier nog een trendlijn teken. Nou ja, goed. Het heeft maar twee raakvlakken, dus we kunnen niet echt spreken over een trend. Maar we anticiperen op de anticipaties van andere traders. Dus mogelijk wordt hier naar gekeken en hier is die nog niet. Zou ik hem ietsje verder doortrekken, waarbij we even deze breakout, fake-out negeren. Hè, dan zou ik hier een trendlijn tekenen met veel meer raakvlakken. Daar komt hij nu in de buurt, maar mogelijk dat hij eerst nog naar beneden gaat.
of hier dit als support te beschouwen, of wellicht nog een keer die onderste aan te tikken. Als hij die onderste aantikt en de opvolgende candle is respecteert dat, zeg maar, die wordt groen, dan zou dat een leuk instapmoment kunnen zijn om hem laag op te pakken. Want dat is wat we willen. We willen laag oppakken in deze markt. He, want als we denken van nou, normaal in onze analyse wil ik eerst dat hij de voorgaande candle high pakt. Dat kan wel, maar dan stappen we hoog in. En de kans is groot dat hij hier weer terugbounce op deze trendlijn naar beneden. Of die andere die ik net had getekend, dat hij daar naar beneden gaat. Ja, en dan pakken we hem gewoon te hoog. Dus ik zou hem hier dan, als hij hieronder komt, hieronder oppakken om om dit stuk mee te pikken. En dan spreken we over een, nou ja, vanaf dit lijntje toch wel gauw over zo'n 30%. Nou, dat is natuurlijk, als je de ultieme punten pakt, hè, als het een paar dagen langer duurt, dan gaat die lijn automatisch naar beneden, wordt het al minder. En ja, welke trader in staat is om precies de onderkant te pakken, dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Het is wellicht dan een leuke 15%, maar dat is nog altijd voldoende om een kleine trade te maken. Wees voorzichtig met hoeveel je erin gaat, hè. Ik heb gesproken over de 2% en 6% regel in de trainingen. De studenten weten waar ik het over heb. Maar dat wil niet zeggen in een neergaande markt dat we altijd aan het maximum van 2% moeten gaan zitten. Dus dat. Even verder naar Bad, want die hadden we ook op ons lijstje staan. Overigens bij die andere twee die ik net heb laten zien, daar is het momentum redelijk nog naar beneden. Bij Atom op de 4 dagen is die iets afgenomen. Maar ja, eigenlijk willen we dat hij wat toeneemt naar beneden. Want het zou leuk zijn als we hem laag op kunnen pakken. Dus dat hij weer eventjes daar naar beneden komt. Gaat de prijs straks wat anders doen en hij breekt bij deze lijn uit, dan anticiperen we daar weer op. Bad. Dus mooi support level hier. En dat is hier gerespecteerd. En het momentum is iets afgelopen. Afgenomen. De stochastic staat nog onder de 20-lijn. Nou, mooi zou zijn als die weer iets naar beneden gaat en opnieuw dit support level respecteert. En dat bij het gaan naar boven dat de stochastic die 20-lijn weer doorbreekt. Momentum lijkt iets afgenomen te zijn, dus de kans is ook groot dat hij het hierbij houdt. En dat de prijs vanaf hier zijwaarts gaat. Nou ja, dan gaan we kijken wat voor patroon hier ontstaat en of we daar iets leuks zien om bijvoorbeeld een breakout mee te pakken. Ook even naar de daily. Deze trendlijn die hier getekend is, die lijkt gerespecteerd te worden als zijnde nu support. Die groene balk hadden we natuurlijk als support met een mooie hammer. En daarnaast gaat de markt zijwaarts. Ook hier een voorzichtige trendlijn, 3 raakvlakken. Maar is er nou echt sprake van een trend? In ieder geval wel iets waar traders op anticiperen. We kunnen hem wat doortrekken en dan hebben we wat meer raakvlakken. Maar ook kijken we hier wat de prijs hier doet. Hè, op wat voor manier breekt hij straks door deze lijn heen? Wat vertelt de grafiek ons dan? Op de daily is het momentum zeker sterk aan het afnemen en krijgen we wellicht een kantelpunt. En dit kantelpunt is ook waar deze twee lijnen, hè, waar rood-groen wordt en waar deze twee lijnen elkaar kruisen. En daar zijn traders die daarop handelen, dus je hebt kans dat voor een groene candle zorgt. Maar is dat voldoende om een echte breakout te genereren? Dat betwijfel ik nog. Hangt er natuurlijk ook af van wat de Bitcoin gaat doen. Even mijn telefoon uitzetten. Zo, dat is leuk, hè, van een live opname. Gaan wij door. We hadden er nog twee op onze shortlist staan. ICX. We hebben een gebied aangegeven waarbij die tussen kan speelruimte heeft om ja, kracht op te gaan bouwen om uit te breken naar boven of wel naar beneden. Het gebied lijkt wat verkleind te zijn. Ik ga hem even op de 4 dagen grafiek bekijken, dan heb ik wat beter beeld. Hè, stel dat ik deze lijn wat meer naar beneden zou trekken, waar zou ik dan uitkomen?
En dan zie ik hier toch wel een redelijk level. Dus daar ga ik nog even dit lijntje tekenen. Want dat geeft mij gewoon net wat meer informatie. Even kijken als ik dit doe. En dan zit ik precies hier aan de twee uitersten. Wat gaat dat hier vertellen? En dan vind ik eigenlijk dat ik hier wel wat naar boven mag. En hier komt hij wel mooi uit. En hier ook. Maar ik ga hem wel wat aanpassen. Even kijken. Het is een gebiedje. Het is een gebied en hou er rekening mee dat hij ook nog wel ietsje hoger is, hè, voor een goede uitbraak. Maar ik zit aan de onderkant van het gebied en dat is wat ik eigenlijk in de gaten wil houden voor een eventuele uitbraak, hè. Gaat hij hier doorheen, hè, dan is dat een signaal van kracht. En wat vertelt op dat moment dat gebeurt de rest mij? Dus ik wil zeker een gesloten body, maar het liefst nog wat erboven om die kracht te bevestigen. Stochastic is nog onder de 20 lijn en op de 4 dagen grafiek is het bearish momentum nog intact. Dus we laten hem uitspelen ook weer de komende dagen. Even naar de daily. Ja, dan zien we eigenlijk hetzelfde als bij al die anderen wel, dat het momentum is afgenomen en dat de stochastic aan de bovenkant van die 20 lijn is. Hè? Alleen de stochastic kan ook zomaar weer aan de onderkant komen op het moment dat de prijs hier naar beneden sluit, blijkt. Dat de prijs besluit hier naar beneden te gaan. Dus even afwachten. Op het moment dat die besluit naar beneden te gaan is en deze lijn wordt gerespecteerd. Hè, wij zien dat door de candlestick die hier dan op bounced en niet eroverheen gaat met een gesloten body. En de opvolgende candlestick kan ons dan het een en ander vertellen, waarbij we ook een mogelijk instapmoment zien om long te gaan. Dan gaan we even naar neer. 4 dagen. Weinig informatie. Lange candle recht op de marktstructuur met een flink bearish momentum. En de stochastic op oversold. Dus het kan betekenen dat het hierbij blijft. Gaan we even naar de daily. Dan zien we eigenlijk weer zo'nzelfde vorm. Net als alle andere. Met een afgenomen momentum. Hier bij de stochastic nog wel onder de 20 lijn. Dus ook hier gaan we kijken van wat vertelt het ons. Gaat hij nog lager zakken en pakt hij hem hier weer. Dan zouden we een leuk instapmoment hebben. Blijft hij hier, ja, dan zou het instapmoment zitten boven deze twee candles om een breakout te treden. Bij breakouts treden moeten we altijd onze bearish pet opzetten. Hè, onze short pet moet ik eigenlijk zeggen. Want daar zitten ook de shorters op de loer. Hè, waar onze breakout plaatsvindt, dat zijn mogelijke instapmomenten van shorters. En daar ontstaan ook fakeouts door. Daarvoor hebben we die krachtopbouw nodig. Even kijken. Waar is mijn pijltje? Goed. Laat ik het eens hier doen. Nou, dit is ver weg. Deze is dichterbij. Zo. Ergens in dit gebied, als die hierboven uitbreekt, hebben we ook kans dat shorters hem weer oppakken om die trendlijn voort te zetten naar beneden. En dan hebben we ook kans dat we een duik maken naar een eventueel volgend level. Wat we hier mogelijk zien. Maar daarop gaan we anticiperen op het moment dat het zover is. Voor nu is dit nog de situatie en is die hier zijwaarts aan het gaan met hier een neerwaartse candle. Ja, waar gaat deze candle vanavond afsluiten? Dan hebben we weer wat meer informatie om een mogelijk gebied van waarde te gaan bepalen. Op dit moment is het nog te vroeg. Ja, de markt doet wat hij doet. Daar kunnen wij als trader geen invloed uitoefenen. Ik zou zeggen, ga op zoek naar andere coins. Mogelijk dat je daar wel leuke instapmomenten ziet. Ik blijf eventjes
deze markt goed in de gaten houden om te kijken of ik straks bevestigingen krijg en leuke instapmomenten zie. Ik wens je heel veel succes.